Toen Volkswagen met de R10 op de markt kwam, was het maar een beetje de vraag of het model wel zou aanslaan. Hij moest het echt van zijn uiterlijk hebben, want onderhuids is het natuurlijk niks meer of minder dan een Volkswagen Passat. En eerder lukte dat met de Passat CC en later de gewone CC niet zo lekker, maar bij de R10 is dat kennelijk anders. Want Volkswagen pakt door met het model en geeft hem een facelift en introduceert daarbij een nieuwe carrosserievariant. Dit is de R10 Shooting Brake. Je zou natuurlijk denken dat het grote voordeel van de R10 Shooting Brake ten opzichte van de Fastback in de bagageruimte zit. Maar niets blijkt eigenlijk minder waar. Er gaat 565 liter achterin. Dat is veel, maar het is ook maar 2 liter meer dan dat je in de Fastback kwijt kunt. Nou is het wel zo, dat is gemeten tot de hoedenplank en daar houdt het bij de Fastback ook op. En bij deze Shooting Brake kun je natuurlijk iets verder doorstapelen. En leg je de bank plat, dan wordt het verschil wel iets groter, maar 75 liter. Echt een super groot laadvoordeel heb je niet. Eigenlijk zit het grote voordeel van dit model ten opzichte van de Fastback op de achterbank. Als je hier namelijk gaat zitten, je hebt nog steeds die krankzinnig grote hoeveelheid beenruimte. Nou, die heb je ook in de Fastback natuurlijk. Maar daar komt het daklijn wat eerder en wat steiler naar beneden. En daardoor mis je echt hoofdruimte. Als je dan 1,80 meter bent zoals ik, dan moet je al een beetje onderuit gaan zitten. Nou, hier als ik gewoon met mijn bibs tegen de rugleuning ga zitten, dan heb ik voldoende hoofdruimte. En zelfs als je een paar centimeter langer bent dan de middelmaat, dan kom je er ook nog wel mee weg. En verder, ja, het is hier gewoon super ruim qua beenruimte. Ga je dan nog een stukje verder naar voren, dan is het eigenlijk een soort hybride tussen Volkswagen oude stijl en Volkswagen nieuwe stijl. Kijk bijvoorbeeld eens naar die versnellingspook, dat is echt nog de oude stijl, dus niet het gekke bruin elektrisch scheerapparaatje als bedieningspook, maar nee, een grote fysieke pook die je beter pakt en in echt een andere positie zet. Grote knoppen eromheen, dat is allemaal heel makkelijk, echt Volkswagen zoals we het kennen van vroeger. Degelijk, duidelijk. Niet heel spannend. Maar kijk je weer naar het nieuwe Airco cluster, ja, dan is het wel Volkswagen nieuwe stijl. Het ziet er super gelikt uit, super futuristisch. Alleen ja, van die swipe dingen. Ergonomisch vind ik het geen verbetering. Het is wel zo ten opzichte van bijvoorbeeld de Golf of de Seat Leon. Er zit niet zoveel in het menu, dus alles heeft wel een fysieke tiptoets. En daardoor hoef je niet zo echt te zoeken. Maar om nou te zeggen dat het ergonomisch een verbetering is, nee, niet echt. Kijk je dan voor de rest. Iets andere materialen gebruikt ten opzichte van de versie voor de facelift. Volkswagen zegt zelf, het is nu wat meer premium. Nou ja, het is een beetje zoals je bij de Peugeot 508 ook hebt. Het is echt heel erg mooi. Maar als je het nou vergelijkt met bijvoorbeeld een Volvo V60. Ja, die heeft geen nep aluminium. En ook als je ziet hoe ze hier het head-up display hebben opgelost. Met zo'n lapje plastic wat omhoog schuift en waar dan de informatie op wordt geprojecteerd. Ja, daar zullen ze bij BMW, Mercedes en Volvo nog niet echt wakker van liggen. Motorisch is het eigenlijk een feest van herkenning bij de R10 Shooting Brake. Er komt een plug-in hybride aandrijflijn, eigenlijk de aandrijflijn uit de Passat GTE, maar die komt pas begin 2021. Voor nu moet je het doen met een 2 liter op benzine of een 2 liter op diesel. En die diesel heeft dan 200 pk en deze benzinemotor heeft 190 pk en 320 Nm koppel vanaf 1500 toeren per minuut. Zit standaard vast aan de 7-traps DSG automaat met dubbele koppeling. En dan is het eigenlijk een beetje het bekende liedje. Die automaat schakelt heel snel, heel soepel en vooral ook zo snel als het kan naar de hoogst mogelijke versnelling. Maar ja, zo'n 2 liter motor, dat is naar moderne maatstaven best groot. Dus hij heeft zijn turbo niet echt nodig om toch al wat koppel te ontwikkelen. Dus ja, dat je regelmatig op of net onder de 1500 toeren zit, dat maakt niet zoveel uit. Hij trekt toch wel lekker makkelijk weg. Is hij eenmaal op stoom, nou, dan zijn de prestaties ruim meer dan voldoende. En dan is het een aandrijflijn die vooral uitblinkt in heel gemakkelijk tempo maken. Zonder dat je ooit het idee hebt dat die motor er ontzettend voor hoeft te werken. En dat is prettig. Het onderstel dan? Aanzienlijk minder spannend dan zijn uiterlijk. Dit is een heel dik aangeklede Business Air Plus. En dan zie je dus overal Air logo's en dan denk je van nou, dan zal het wel super sportief zijn. Dat is het niet. Hij heeft een beetje hetzelfde wat alle grote MQB'ers hebben. De afstand tussen waar jij zit en de voorwielen, dat lijkt heel sterk op een Golf. Alleen een Golf is echt een dynamische auto geworden. Maar die houdt dan ook vlak achter je houdt die op. En hier komt er nog heel veel auto achter je aan. En dat merk je dus ook. Het is een auto met een vrij grote wielbasis. Er zit veel rust in. Het is een auto met veel grip, meer dan voldoende tractie. Maar hij is gewoon niet wendbaar. Het is niet een auto die je even lekker een bocht ingooit. En ja, echt sportief is het dan ook niet. Is dat dan erg? Nee, op zich helemaal niet. Want het is wel een auto die, zoals ik al zei, meer dan voldoende grip heeft. Het duurt echt wel even voordat die voorbanden grip beginnen te verliezen. Het is ook een auto waar veel rust in zit. Een besturing die mooi lineair verloopt. Dus je hebt aan één beweging altijd genoeg om op de juiste manier een bocht door te krijgen. Het is een fijne, voornamelijk comfortabele auto die veel in zijn mars heeft. Maar je koopt hem niet specifiek omdat hij zo'n denderend onderstel heeft.
waarmee we een beetje aankomen bij de hamvraag. Waarvoor koop je hem dan wel? En daar heb ik niet echt een ontzettend verrassend antwoord op. Want als je gaat kijken, het is een uitstekende auto, maar op dezelfde manier als dat een Passat een uitstekende auto is. En een Passat variant met dezelfde motor koop je voor dik 1000 euro minder. En die is een heel stuk ruimer. En het interieur is dan misschien 0,5% minder premium. Maar echt grote verschillen zijn dat dan ook niet. Dus waarom zou je dan gaan voor deze Arteon? Nou ja, bij de Fastback kun je nog zeggen, ten opzichte van een normale Passat, dat is een hatchback, dus dat is makkelijker met inladen. Maar om voor de hand liggende redenen gaat dat niet met deze Shooting Brake. Dus de enige echt concrete reden om hem te kopen is zijn uiterlijk. Dat moet je aanspreken. Met andere woorden, zijn uiterlijk is zijn enige aankoopargument. Maar dat hebben we natuurlijk eerder gehoord.